enige zin die je nodig hebt om in een relatie te komen met je tweelingziel. Die zin geef ik jou in deze video. En dan denk je, is het zo makkelijk? Ja, zo makkelijk is het. Al denk ik natuurlijk ook dat je de webinars in Twin Soul School nodig hebt, want anders zou ik die allemaal niet maken. Het is bij elkaar een hele opleiding geworden. Komt ook binnenkort een boek bij, zodat je alles nog eens terug kunt lezen. Maar deze zin gaat jou zeker helpen, tenminste als je hem goed toepast. Eindelijk zijn we nu in een relatie. En het woord eindelijk zorgt ervoor dat je in een ruststand komt. En typ voor jezelf deze zin anders als jij het anders wil. Bijvoorbeeld, eindelijk zijn we nu in een liefdevolle relatie. Of, eindelijk hebben we nu officieel een relatie en mag de hele wereld het weten. Of, eindelijk worden we nu elke dag naast elkaar blij wakker. En want niks is natuurlijk leuker om een lachende tweelingziel in de ogen te kijken als je wakker wordt. En ik kan het weten. Of, eindelijk voelt hij de liefde nu helemaal voor mij. Of, eindelijk wonen we nu samen en krijgen we een kindje. Of, eindelijk zijn we en blijven we samen. Want in een tweelingzielenrelatie kan het wel eens dat heen en weer gaan. En je wilt niet samen zijn, je wilt vooral ook samen blijven. Dus eindelijk zijn we en blijven we samen. Of, eindelijk ben ik nu de enige. Want jij bent voor jouw tweelingziel niet de number one, maar die only one. Net zo goed als dat jouw tweelingziel onvervangbaar is en dat je in feite niemand anders meer wilt. Dat is andersom ook zo, alleen vanaf het moment dat de mannelijke tweelingziel de onvoorwaardelijke liefde heeft gevoeld. Want tot die tijd kan die nog niet bij dat gevoel, of misschien wel heel even of op bepaalde momenten. Maar jij hebt dat echt gevoeld, die onvoorwaardelijke liefde. En vanaf dat moment smaakt dat naar meer en wil je niks anders meer. Maar het is begrijpelijk dat dat eng is om in die onvoorwaardelijke liefde te stappen. Want als je dan vervolgens niks anders meer wilt, kan het ook een gevoel geven van controle kwijtraken of je vrijheid kwijtraken. Terwijl het juist verbondenheid is vanuit vrijheid. Dus een tweelingzielenrelatie is verbondenheid vanuit vrijheid. En deze relatie werkt nu eenmaal anders dan een gewone relatie en daarom is er ook een hele opleiding voor. Er komt nu ook een boek bij, dus dan heb je het helemaal compleet. De opleiding en het naslagwerk. Dus natuurlijk geef ik jou die ene zin, eindelijk zijn we en blijven we nu in een relatie. Maar er is niet voor niks een Twin Soul School, want het is geen man ontmoet vrouw of man-man of vrouw-vrouw. Of ze ontmoeten elkaar en ze vinden elkaar leuk en ze gaan samenwonen en ze krijgen kinderen en ze leven nog lang en gelukkig. Dat is niet een tweelingzielenrelatie. Die relatie werkt anders en daarom is het ook goed dat je leert van, maar hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik heb dat met heel veel pijn en moeite geleerd zelf. En ik leer natuurlijk nog steeds elke dag op deze reis. Twin Soul School, ik vind het echt geweldig leuk. Ik kreeg deze een van de Twin Soul School studenten. Ik ben gek op flamingo's. En op de cover van het boek komt natuurlijk ook flamingo's. En zij zegt, Twin Soul School is de beste vliegmaatschappij voor een directe vlucht naar de beste versie van jezelf. Ja, dus Twin Soul School is niet een of ander clubje waar je bij kunt horen. Het is een opleiding om de beste versie van jezelf te worden en de snelste weg, dus echt de fast track naar union met je tweelingziel. Wat het voordeel is van deze zin, dus de enige zin die je in feite nodig hebt, eindelijk zijn we en blijven we nu samen, is dat het je rust geeft. Tenminste, als deze zin jouw opluchting geeft, zo van, eindelijk zijn we nu samen. Oh, en dat je in dat gevoel kan zitten van veiligheid, verbondenheid, samen zijn. Dan is dat de zin voor jou. Dit is dus de enige zin die je nodig hebt, tenzij je het op deze manier zegt. Eindelijk zijn we nu in een relatie. Nee joh, we hebben niet eens contact. Ja, dan werkt deze zin dus niet. Want dan ga je weer in de gebrekmodus zitten. Dan geef je de Muppets, de Muppet Show, de overhand. Dus kijk dan nog eens de video Stop de Muppet Show of Stop de negatieve gedachten. Want we zijn heel vaak verslaafd aan negatieve gedachten. Zo van natuurlijk gaat het niet gebeuren, of het zal wel weer zus, of het zal wel weer zo. He, zo zijn wij verslaafd aan negatieve gedachten en zo is de mannelijke tweelingziel heel vaak verslaafd aan pijn of aan destructief gedrag of aan een karmische situatie. Dus als jij daarmee stopt, je tweelingziel en jij maken altijd dezelfde keuzes, dan stopt jouw tweelingziel er ook mee. En als jij echt in het gevoel gaat zitten van hoe zou jij je voelen als je eindelijk echt in een officiële relatie zit en de hele wereld mag het weten en je doet allemaal leuke dingen, hoe voel je je dan? En wat zou het bewijs zijn? Wat zou het bewijs zijn dat jullie eindelijk in een officiële relatie zitten en dat de hele wereld het mag weten? Wat zou het bewijs zijn? En hoe zou je je dan voelen? En kun jij een hele dag doen alsof dat zo is? Toen ik dat 2 weken deed, stond mijn tweelingziel ineens voor de deur. Dus ik deed het niet een dagje. Je kunt het ook om de dag doen. En het is ook helemaal niet erg als je af en toe gewoon een smokkeldag hebt en dat het niet lukt. Dat heb ik ook wel eens. Weet je wel, zo 1 keer in de maand. En dan lukt het even niet. Dat is niet erg. Hè? Ik ben zelf wel redelijk gedisciplineerd om elke dag zo'n dag te hebben. Dat ik in het gevoel ga van de diepe liefde. In plaats van analyseren wat er allemaal niet is. Maar als je dat nog niet lukt, probeer het dan eens 1 dag. Of probeer het eens om de dag. En kijk dan eens wat het je oplevert. Dus dat je 1 dag zo'n diepe liefdedag hebt. En 1 dag heb je dan gewoon ja, zo'n dag waarop je dat niet kan. En kijk dan eens wat er in je leven gebeurt. En als je dan ook meer wilt, hè, dat je zegt van ja, maar ik wil er echt voor gaan. Word dan jaarlid van Twin Soul School. Je zult er echt geen minuut spijt van hebben. Je gaat er alleen maar plezier van hebben. Want het is de directe vlucht naar je mooiste zelf en een union met je tweelingziel. Alsjeblieft.